De WHO dringt aan op actie in Suriname op Wereld Antitabaksdag 2023, die vandaag wereldwijd wordt herdacht. Het thema voor dit jaar is verbouw voedsel, geen tabak. Suriname staat op een kritiek punt nu de WHO wijst op de dringende noodzaak van collectieve actie. Met een schrikbarende tol van 500 doden per jaar als gevolg van tabaksgerelateerde ziekten in Suriname, goed voor bijna 12% van alle sterfgevallen, hebben de gevolgen van tabaksgebruik alarmerende proporties aangenomen. Als antwoord op deze urgente volksgezondheidscrisis krijgt de campagne van Wereld Antitabaksdag 2023 een speciale betekenis voor Suriname. President Santokki heeft op maandag 29 mei 2023, voorafgaand aan de UNASUR-top in Brazilië, een bilateraal onderhoud gehad met zijn Guyanese ambtgenoot Irfan Ali. Zo is er onder andere gesproken over de bouw van de brug over de Corantijnrivier, de samenwerking op het gebied van olie en gas en de visserijsector. President Ali is door zijn Surinaamse ambtgenoot uitgenodigd om de festiviteiten in het kader van 150 jaar Hindoestaanse immigratie in Suriname bij te wonen. President Santokki heeft ook persoonlijk zijn condolences overgebracht in verband met het heengaan van 20 kinderen bij brand in de slaapzaal van de Madia Secondary School in Guyana. En het ministerie van TCT heeft in samenwerking met SHTTC in de periode 19 tot en met 29 mei 46 mensen in boven Suriname getraind in basis brood en banket. De training werd verzorgd door een team van deskundige bakkers van het SHTTC. De training omvatte zowel theoretische als praktische sessies.